staan hier op het hoofd. Het is 14 november 2015 en het is tijd voor de aankomst van de Sint voor dit jaar. En hij komt er zo aan. De stoomboot is onderweg, als het goed is. Dat heb ik vernomen. Ik ben heel benieuwd of die er op tijd is. We gaan het zien. Heb je al zin in Sinterklaas? Ja. Wat staat allemaal op je verlanglijstje dit jaar? Ja. Wat staat allemaal op je verlanglijstje dit jaar? Weet je dat niet? Ga je al wel je schoen zetten? Ik heb geen lijstje nog. Ik hoor een enorme toeter. Hoor jij hem ook? Ja, ik hoor hem. Volgens mij komt Sinterklaas eraan. Ik heb ook zo'n donkerbruin vermoeden. Ja, kijk hoor. Dat is hem toch echt. De boot komt eraan. Hij blaast lekker stoom. Alle kinderen die worden helemaal gek hier. Het is een groot feest natuurlijk. En het is hartstikke spannend. De enige echte Sinterklaas, hij komt nu aan wal. Oh god. Nou, de Pieten kunnen nou niet echt goed varen, ze rammen de kant. Maar daar zijn ze, met z'n allen. Nee, volgens mij niet. Jawel, tuurlijk. Helemaal uit Spanje is het goed gegaan. Ja, maar nu gaat het dan toch weer mis. Nee, het gaat hartstikke goed. Ik mis alleen de hoofdpiet. Is niet een cursus doen? Hebben jullie het gehoord? Ik heb het niet gehoord. Hoofdpiet is een beetje vergetenachtig. Echt waar? Dat is een probleem aan het worden. Dus we hebben wel een in opleiding, maar ik hoop dat hij erbij is. Ik hoop het ook. Ja, ik hoop het zo. Hallo. Ik ging het wel goed.
dat niet alleen meneer de burgemeester, maar onderweg. Je ziet wat een enorme wind hier staat, maar op zee. Het was al windkracht 8. Met een beetje luider en een kant van hoofd. Maar u ziet het, er staan weer honderden, misschien wel duizenden, misschien wel tienduizenden kindertjes op u te wachten in Sidon. En we zijn heel blij dat u hier bent. U gaat straks eventjes kennis maken met al die kinderen. Ik hoop dat het niet te vermoeiend is, want ja, u bent al een paar jaartjes oud natuurlijk. Maar Sinterklaas, ik heb nog één grote vraag. Waar is Hoofdpiet? Waar is Hoofdpiet? Ja, onze Hoofdpiet is helaas ziek geworden. Maar met deze nieuwe Hoofdpiet ben ik zeker dat het best mooi deze zal krijgen als andere jaar. Maar sinds u weet, Hoofdpiet was een beetje vergeten achter de laatste maanden, de laatste weken. Misschien wel de laatste jaren. Hij is er toch toevallig niet vergeten vandaag, hè? Dat zou ook nog kunnen. Zo, ja, ik sluit dat niet uit. Maar deze Hoofdpiet, hoe is het voor jou nu? Ja, met deze Hoofdpiet gaat het goed. Inderdaad, Hoofdpiet is een beetje vervoerd stappen in Spanje. Hij is vergeten om woorden te stappen in Spanje. Nou, dit is wel wat. De Sinterklaas' kindertjes hebben heel erg geoefend vanochtend met de zangpieten om u toe te zingen. Dus er zullen straks wel een paar mooie liedjes komen. Maar ik zou zeggen, kijk even of u de kindjes kunt groeten. En misschien heeft u al een eerste boodschap voor de kindertjes uit Sidon. Dat ga ik zeker. Ik zal het ook even vertellen, want ik ben benieuwd hoe kinderen hier op het Sidonse hoofd verzameld zijn. Ik ga ervan. Oké, Sinterklaas, welkom in Schiedam. Dankjewel. Ja, hartstikke fijn dat u hier bent. Bent u opgelucht dat het allemaal goed is gegaan? Ik ben ontzettend opgelucht, want echt waar, midden op zee, de golf van Biscayen, dat gaf me een probleem. Het was geen lekker weer. Het was bar en boos. Maar het is allemaal goed gekomen, u bent veilig aangekomen hier. Ja, u zag het misschien al bijna mis, hè? Ja, het kwam bij hard aan. Het was boem, 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 ja, maar goed, een stevige boot. En we hebben natuurlijk een hele goede schipper Kees, die heeft alles goed in de hand. En al die jaren is het goed gegaan, dus waarom zou het dit jaar niet goed gaan? Daar heb je een mooi punt. Ja. Gaat alle jaren goed, dus ook dit jaar weer. Klaar voor een mooi feest? Het wordt een heel mooi feest. De kinderen kunnen de schoen vanavond klaarzetten. Mooi zo. Ik denk dat er wel wat in komt. Mooi zo. Mooi om te horen, dank u wel. Graag gedaan. Veel plezier. Waar is Hoofdpiet? Ik weet het niet. Ik kan hem ook niet vinden. Weet niemand het? Ik kan nog even een andere Pieten vragen. Waar is Hoofdpiet? Hoofdpiet die loopt daar, maar de groepie daar denk ik. Ben jij een hulp Sinterklaas? Ja. Echt waar? Ga je ook cadeautjes brengen? Nee. Maar ga je wel cadeautjes vragen? Ja. Wat ga je allemaal vragen? Weet ik nog niet. Heb je nog geen lijstje? Nee. Oh, maar snel gaan maken dan. Ja. Hallo? Hallo? Heb je het naar je zin? Ik heb het enorm naar mijn zin. Eerste rang, zo... Wat zei je? Ging het allemaal goed? Ja, het ging allemaal perfect. Mooi zo. Het is een... Kijk eens aan. Wordt voor je gezorgd? Ja, zeker weten. Mooi zo. Veel plezier vandaag. Ja, jullie ook. Ja, dankjewel. Al het jaar natuurlijk. Ja, maar kijk eens hoe druk het ook is. Hè. Het is ja, ik vind alleen de kinderen een beetje stil. Zal ik eens vragen als ze er nog zijn? Ja, maar ze zijn een beetje zenuwachtig denk ik. Echt waar? Ja. Wij horen ze dan. Ja. Oh, echt waar? Nou, ik wil toch zeggen. Kinderen, zijn jullie er allemaal nog? Ja, dat kan iets harder, ja. Nou, zijn Disco Piet zijn oren niet zo best meer, hoor. Nee, dat is er ook. Bent u opgelucht dat de Sint weer heel uit is aangekomen? Ja, ik ben blij dat hij er weer is, want Schiedam en Sinterklaas horen wel heel erg bij elkaar, hè? Ja, het gaat weer een groot feest worden. Heeft u zelf ook een verlanglijstje? Ja, daar moet ik nog over gaan nadenken. Mijn eerste zorg is dat Sint veilig in Schiedam komt, hè. Want die boot die botst even tegen de kade. Dan denk je, oh, gaat dat wel goed? En we gaan natuurlijk de hele zaterdag noord door Schiedam, naar de Nolenslaan, naar de Grote Markt. Dus we gaan eerst een heleboel kinderen gedag zeggen. Ja, en dan ga ik hem vanavond eens even nadenken. Maar we moeten eerst nog even weten of we onze schoen mogen zetten. Daar heeft de Sint nog niets over gezegd, dus dat is nog een beetje spannend. Ja, dat is heel spannend. Nou ja, u gaat in elk geval wel een schoen zetten. Ja, nou ja, ik ga hem straks op de Grote Markt ga ik hem vragen. Ja. Want hij moet het wel goed vinden. Ja, dat is waar inderdaad. Ik ben heel eerlijk, dat
Nee, maar dit is al een knalfeest, maar het wordt straks nog veel groter. Dus alle mensen...